Welkom bij een nieuwe aflevering van de Frankwatching podcast. Vandaag is mijn gast een ondernemende, enthousiaste, jonge mama en voormalig filmproducent bij Four Corners. Zij maakte na de geboorte van haar kindje intern de overstap van productie naar online marketing. Een functie die ze er altijd al wel bij deed, maar waar ze zich nu vol overgave in mag storten. Mijn gast van vandaag is Sien Wassenaar. En we gaan het hebben over het artikel dat ze schreef, een bedrijfsfilm laten ontwikkelen, zo bespaar je op de kosten. Hey Sien, zoals je weet is deze week een feestweek, want YouTube bestaat 10 jaar. Yay! En mede in dat kader heb jij een artikel geschreven. Ja. Over bedrijfsfilms. Als je het hebt over online positionering, dan kan eigenlijk video daar al niet meer helemaal, of eigenlijk helemaal niet meer aan ontbreken. Exact. En je hebt een artikel geschreven op frankwatching.com, bespaartips voor de ontwikkeling van je bedrijfsfilm. Ja. 10 bespaartips. Ik loop ze graag alle 10 gewoon eens even bij je langs. Helemaal goed. En dat gaat dan bespaartips voor de ontwikkeling van je bedrijfsfilm of animatie. Mm-hmm. En punt 1 is een reclamebureau of een filmagency. Wat is nou eigenlijk het verschil? Wat het verschil is, is dat een bureau echt het algehele plaatje verzorgt. Hè? Althans, daarvoor kun je bij ze terecht. En dat een agency echt alleen maar zit op het filmstuk, zeg maar. Dus okay. Dat is het grote verschil. Dus als jij een hele campagne hebt, dan kun je beter direct naar een bureau stappen. Maar mocht je 1 onderdeel van die dingen willen laten maken, dan kun je ook rechtstreeks schakelen met een filmagency. Zodat je niet onnodig mensen in hoeft te schakelen en je dus geld kunt besparen. Want dan skip je de bureaukorting die een reclamebureau altijd rekent voor het meedenken. Kan, ja. Okay. En een filmagency kan in jouw beleving ook gewoon goed meedenken. Afhankelijk van het bureau in kwestie, of van de agency in kwestie, zeker. Punt 2. Geef heldere instructies. Exact. Wat bedoel je daarmee? Er is een aantal blogs volgens mij over geschreven op Frankwatching. Op het moment dat je helder bent al vanaf het begin, dan is de boodschap gelijk duidelijk, zeg maar, naar het bureau of de filmagency toe. En daar kun je ook tijd in besparen. Ja, er is een format voorgeschreven door Ronald Heikens. Dank van je. Sabel Online. En hij heeft inderdaad een artikel geschreven op Frankwatching. Dat is alweer een aantal maanden geleden. Een goede online briefing past op 1 A4. En hij heeft er ook een checklist bij gedaan. Dus voor de mensen die dit horen, kijk daar ook even naar. Zoek even naar A4 checklist of online briefing op frankwatching.com. Het linkje staat ook, dat ik onderbreek, maar het linkje staat ook in het artikel. Exact, het link staat in het artikel. En mocht je niet luisteren op iTunes of Stitcher Radio, maar bijvoorbeeld via frankwatching.com/podcast, dan zullen we zorgen dat er, terwijl we dit zeggen, onder de player ook een knop verschijnt waarmee je met 1 push of the button in 1 keer naar dat artikel toe gaat. Dus ja, makkelijker dan dat kunnen we het niet voor je maken. Maar een heldere instructie, wat moet er sowieso even kort dan in jouw beleving in die heldere instructie zitten? Waar moeten mensen echt over nadenken? Denk ik me net makkelijk mee af te maken door naar het linkje te gaan. Deksels, moet ik ze er even bij pakken? Want hij geeft een aantal dingen achtergrond. Ik ben al mee aan het kijken. Ja. Okay. Ik vond dit zo'n goed artikel, omdat hij schreef het echt heel erg voor een site of een internet of een online platform, magazine. Nou ja, goed. Echt voor de online dingen, maar voor mij was het heel herkenbaar, omdat ook wij hebben ook behoefte aan zo'n briefing, weet je? Okay. Ik denk dat iedere partij die je inschakelt gewoon behoefte heeft aan een goede briefing. En wat hier, de punten die hier bijvoorbeeld in genoemd worden, is inderdaad een korte beknopte omschrijving van de opdracht. Weet je, wie ben je, waar kom je vandaan en wat is de reden dat je wil communiceren? Ja. Yeah. Ik denk dat dat altijd al een heel belangrijk punt is. Je gaat heel makkelijk uit vanuit je eigen referentiekader. Maar goed, als iemand anders het even schetst, is dat prettig. Yeah. Formuleer je doelstelling en je doelgroep. Ze gaan een beetje hand in hand. Dat zijn al 3 hele belangrijke punten om mee te starten. Oké. Okay. En goed, je moet het artikel eigenlijk gewoon even lezen. Want het is een hele prettige opsomming van... hele prettige opsomming van... Van punten waar je echt wat aan hebt als een klant, zeg maar, bij je komt met een vraag. Oké, helemaal helder. Dan gaan we gauw door. Als je, dan gaan we niet te lang blijven hangen bij punt 2. Want daar staat gewoon alle format voor. Dus check dat format. En mocht je dan toch nog vragen hebben, zet het in de comments onder het artikel. Dan gaan we door naar punt 3. Wees open over je budget. Dat is een gevoelig punt.
Ja, het is altijd een beetje gevaarlijk, hè? Worden mensen altijd heel bang van als je ja, dat vraagt. Ja, dan denk je, nou, zeg maar gewoon wat het moet kosten. En dan hopen ze volgens mij dat het goedkoper uitvalt dan het bedrag dat ze in gedachten hebben. Maar waarom is het zo belangrijk om van tevoren richting de film agency of het reclamebureau open te zijn over je budget? Ik denk dat het voor heel veel creatieve processen een beetje hetzelfde geldt. Op het moment dat je geen idee hebt van het budget dat iemand voorhanden heeft, is het heel moeilijk om je creativiteit zeg maar een bepaalde kant op te duwen. Wij kunnen echt de hemel bedenken en daar ook een prijskaartje aan hangen. Maar misschien heeft die persoon in kwestie wel helemaal niet de hemel als budget. En dus ja, moet je het zeg maar een beetje fine-tunen. Dus daarin is het heel makkelijk. Weet je, geef gewoon een soort van staffels bijna. Zodat iemand echt iets kan bedenken binnen jouw bereik. Bandbreedte. Ja, exact. Ja. En op het moment dat je dat niet doet, dan nou ja, gaat er gewoon heel veel tijd verloren met concepten en ideeën die nou ja, misschien gewoon veel te kostbaar zijn. Oké. Over concept gesproken, punt 4. Blijf bij het concept. Wat bedoel je daarmee? Op het moment dat een concept gemaakt wordt op basis van de wensen van een opdrachtgever, dan is dat eigenlijk echt je guideline voor de rest van het proces. Dus realiseer je ook dat als je afwijkt van dat concept, dat dan de hele boel op de schop moet. En dat gewoon ja, over het algemeen heel veel onnodige kosten met zich meebrengt. Oké, want de kop van het artikel was ook een bedrijfsfilm laten ontwikkelen en zo bespaar je op de kosten. Ja. Eén keer goed nadenken over je concept en dan daar ook aan vasthouden en realiseren dat je, mocht je door voortschrijdend inzicht een andere kant op willen, dat altijd kan, maar zeker ook kosten met zich meebrengt. Omdat je vaak opnieuw kunt beginnen met bepaalde onderdelen. Exact. Punt 5. Doe je huiswerk en lever het op tijd in. Ja, mooi is dat. Dan huur ik jullie in en dan krijg ik huiswerk. Hoe zit dat? Voorbereiding, hè? Dat zijn dingen die wij niet kunnen regelen voor een opdrachtgever. En waar moet ik dan aan denken bijvoorbeeld? Wat moet ik voorbereiden voordat jullie aan de slag kunnen? Nou, ik zorg ervoor dat je je fonds, je huisstijl, je logo's op een overzichtelijk plekje hebt waar wij of bij kunnen of dat je het op tijd indient. Want dat zijn kleine details die vaak pas later in het traject aangeboden worden. En dat kost gewoon ontzettend veel onnodige tijd. En waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken als het gaat over logo's? De juiste extensies. Oké, EPS en niet JPG bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Oké. Punt 6. Kies voor korte lijnen. Je zegt in het artikel zowel in de communicatie met het bureau of de filmagency als bij de interne communicatie. Kies voor korte lijnen. Hoe meer mensen er in jouw projectgroep zitten, hoe meer visies op het concept en het script komen. Het werkt gewoon sneller en dus goedkoper om het team te beperken tot 1 of 2, maximaal 3 mensen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er helemaal meerdere mensen zich willen bemoeien met zo'n project. Dus hoe hou je dan als opdrachtgever toch korte lijnen richting jullie? Dat kan ik me ook inderdaad heel goed voorstellen. Ik denk desalniettemin dat het ook voor een opdrachtgever heel prettig is om snel te kunnen schakelen. En de enige methode om dat te kunnen doen is je projectgroep gewoon beperken. Ik zeg niet dat je niks hoeft te bespreken intern, maar ik denk wel dat het raadzaam is om of te zorgen inderdaad dat je een goedkeuring van je leidinggevende hebt over het project, om keuzes te maken in het project. Of dat je ervoor zorgt dat je projectgroep klein en behapbaar is. Okay. Zodat je snel terugkoppeling kunt geven en kunt vragen ook. Oké, want als eenmaal dingen in gang zijn gezet, het lijkt allemaal in kannen en kruiken en er komt een manager tussendoor die zegt ik wil het toch allemaal anders. Dat kost gewoon veel meer tijd en dus veel meer geld. En het artikel draait nou eenmaal om het besparen op de kosten van een bedrijfsfilm. Dus hou daar rekening mee. Korte lijnen. Punt 7 is, plaats de film in een bredere context. Nou, daar staat ook bij, de volgende tip lijkt misschien niet direct kostenbesparend, maar levert met een kleine extra investering vaak wel veel meer resultaat op. Laat je een film maken omdat je iets leuks of iets nieuws te vertellen hebt over een merk of product. Koppel er dan een PR-plan aan. Zoek een filmagency die samenwerkt met een enthousiast PR-bureau, zodat jouw boodschap ook gelanceerd kan worden binnen allerlei doelgroepgerichte online en offline media. Ja, maar plaats de film in een bredere context. Wat bedoel je, wat versta je daar dan onder? Het is niet voor iedereen relevant. Laat ik dat eventjes voorop stellen. Want sommige mensen hebben gewoon geen behoefte aan een film die voor meerdere doeleinden zeg maar, in te zetten is. Maar het is wel iets waar veel mensen niet bij stilstaan. En waarvan ik denk dat het leuk is om het toch eventjes aan te stippen.
Want je kunt veel meer doen met je film dan hem alleen maar op YouTube zetten of op je website laten draaien. Weet je, ga ermee de boer op. Laat hem aanpassen zodat je hem ook voor een beurs kunt gebruiken. Zorg voor een leuk online platform waar je film aan kunt koppelen. Ja, precies. Dus als je dan toch in zo'n productie zit, zorg dan dat het resultaat multi-inzetbaar is. Dus als je toch aan het schieten bent, pak dan ook net even een extra scène op kantoor erbij of in de fabriekshal. Zorg ook in je budget, denk ik, voor toch misschien wat extra budget, zodat je zo'n PR-bureau in kunt schakelen. Want het kan gewoon heel veel voor je doen. En een film is, dat kost gewoon wat geld. Je gaat een investering doen. En dan kun je het beter net zo goed gelijk goed aanpakken, vind ik. Ja, dus het artikel is een bedrijfsfilm laten ontwikkelen. Zo bespaar je op de kosten. Regel gewoon wat extra budget, joh. Dan kun je veel meer doen. Het is een kwestie van je budget slim inzetten. Dat meen ik wel echt oprecht. Punt 8. Hou je aan de aanpassingsrondes en cluster je feedback. Waarom is dat belangrijk? Hij hoort eigenlijk een beetje bij punt 6. Hè? Kies voor korte lijnen. Dit is een vervolg daarop. Op het moment dat jij je feedback indient, wat wij vaak zien, is dat mensen dan zeggen, dit wil ik ook nog even aangepast. Oh ja, dit kan je dit ook nog even doorvoeren. Alleen op het moment dat het gaat om film, is het niet een kwestie van, we passen het aan en een seconde later is het doorgevoerd. Je moet weer opnieuw uitrenderen. Het moet weer opnieuw geüpload om te bekeken te worden, enzovoorts. Dus het kost heel veel extra tijd om stuk voor stuk die aanpassing door te voeren. Dus vandaar dat mijn credo is, cluster het en bied het in één keer aan. Want dat scheelt gewoon ontzettend veel tijd. En met renderen bedoel je het berekenen. Het is niet zo dat zoals bij een Word-bestand een teken weggehaald kan worden of een zin bijgetypt kan worden. Ja, dat dan klaar is. Nee. Het moet eerst weer helemaal opnieuw berekend worden van heel groot bestand naar een behapbaar filmbestand. Ik heb een leuk artikel over geschreven wat renderen is, want het is een beetje lastig om uit te leggen aan een leek, maar Google. We gaan inderdaad, voor de mensen die niet weten wat render is, gaan we kijken of we nog een linkje naar Wikipedia of zo kunnen vinden. Ja, precies. Dan heb je het nog over muziek. Bezuinig niet op muziek. Nou, is muziek überhaupt natuurlijk super belangrijk in je hele leven. Maar waarom is het zo belangrijk om niet te bezuinigen op muziek in een bedrijfsfilm? Of commercial of wat ook. Hè? Bijvoorbeeld. Muziek is echt leidend voor je hele, film. En het is een beetje een ondergeschoven kindje, vind ik. Als ik producties van anderen bekijk. Het geeft je film echt gewoon een gevoel mee. Hè? Een vibe, zeg maar. En wat gewoon heel erg zonde is op het moment dat er een gering budget is, wordt er vaak gekeken naar stopmuziek. Ja, exact. En dat is hetzelfde als punt 10 stokbeelden. Het is gewoon van een lagere kwaliteit. Het is 1000 uit een dozijn. Het is niet creatief en origineel. Dus het is een ontzettende dooddoener op het moment dat je daarvoor kiest en je wil echt een mooie film laten maken. Dus bezuinig er alsjeblieft niet op en neem het gewoon goed mee in je budget vanaf dag 1 al. Want er zijn gewoon standaardgegevens voor de kosten van muziek en die kun je van tevoren al uitzoeken. Maar kun je een indicatie geven? Want als je een leuk nummer hebt in de top 40 waarvan je denkt, te gek, dit wil ik onder mijn bedrijfsfilm, dan mag je volgens mij, dan ben je aan de beurt. Dan mag je in je buidel tasten, toch? Het is een beetje afhankelijk van wat voor een organisatie of instelling bent. Als je een commercieel bedrijf hebt, dan moet je er inderdaad wel voor betalen. Maar het is ook weer niet zo buitenproportioneel, vind ik. Hè? Ja, maar wat voor bedragen hebben we het dan over? Kun je een idee geven? Top 40 muziek? Of gewoon bekende nummers? Dat vind ik echt heel lastig, want ook voor mij is Buma Stemra niet de meest handige en makkelijke organisatie. Dus ik zoek dat altijd braaf op, zeg maar. Ze hebben gewoon stapels per verschil. Je kunt er ook niet echt één richtlijn voor geven. Oké, maar hebben we het over tientjes, honderden euro's, duizenden euro's? Nee, we hebben euro's? Het over rond de 300, 400, 500 euro, geloof ik. Oké. Maar het is afhankelijk van hoe lang je film is. Ja, er komt er veel meer bij kijken, zeg maar. Oké, maar jullie zoeken dat gewoon uit? Uit altijd, ja. En als iemand het wil, zoeken we het ook van tevoren uit. Oké. En dan heb je het ook nog over laat je muziek componeren. Ja, dat klinkt helemaal duur. Ja, het kan ook duur zijn. Weet je, het is een investering. Alleen op het moment dat jij bijvoorbeeld een commercial laat maken, is het wel weer interessant om muziek te laten componeren. Omdat je dan geen kosten hoeft te betalen voor bijvoorbeeld het vervolggebruik. Bij Buma Stemra betaal je voor 1 jaar. En als jij muziek laat componeren, dan spreek jij met de componist af, joh, het is voor een x aantal jaren bijvoorbeeld dat we het gebruiken. Het is gewoon voor mij. Of het is inderdaad voor mij, dat hangt er vanaf. Dat is dan een prijsafspraak die je maakt met een componist. Maar, dus het kan zeker geld opleveren. Oké. Zien, de tijd vliegt als je het leuk hebt. We zijn weer bij punt 10.
En een film van stokbeelden dan. Dat is lekker makkelijk. Ja. Kun je gewoon net als een stokfoto. Kun je scènes, elementen kun je gewoon kopen, downloaden voor een paar euro of een tientje. Oh, en dan, iets meer dan een tientje. Nou ja, goed. De meeste stokbeelden zitten rond, clipjes zeg maar, heb ik het dan over, zitten rond de 100 euro per clip. 100 tot 250 ongeveer. En het is net zo fantasierijk als dat stokfoto's dat zijn. Oké, one in a million. Ja. Dat stel, ik ben een startende ZZP, ik begin het voor mezelf en ik vind video wel belangrijk. Dus ik wil wel iets visueels op mijn website, maar ik heb niet de budget om een grote partij in te huren. Dus stokbeelden lijkt mij juist heel interessant. Maar dat is dus helemaal geen optie dan? Ja, weet je, ik raad het wel altijd af. Ik zou dan eerder kiezen voor een optie zoals jullie die aanbieden. Want ik heb ook op jouw site zitten kijken. Weet je, die animatiefilmpjes, dat vind ik dan echt een veel betere optie. Als je dan toch stok wil, dan vind ik dat best, toch? Ik snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, je mag mij altijd aanbevelen. Daar zul je mij niet over horen. Ik begrijp wat je bedoelt. Dus, nee, ja, ik vind dat een beetje lastig. Als je straks een ondernemer bent, ja, dan nog zou ik het afraden. Dan denk ik, joh, kies dan voor animatie. Weet je, dat is sowieso goedkoper. Omdat je dus niet hoeft te komen filmen. Dus dat zou ik dan aanraden, denk ik. Maar dan heb je. En je hebt inderdaad stokanimaties die je gewoon. Die je kunt aanpassen of waar je je teksten kunt aanpassen. En verder kun je er niet heel veel creativiteit op loslaten. Maar als een bestaand filmpje prima past, dan is er niks mis mee. Maar als je een maatwerkanimatie wil, waarbij je dus helemaal los kunt gaan en de animatie uiteindelijk precies zo wordt zoals jij hem wil hebben. Ja. Dat is ook niet voordelig. Dan, tenminste, het is misschien niet duur, maar het is best een hoop geld. Ja, is ook. Vanaf 3.000-4.000 euro. Ja. Maar dus ben ik niet zo de aangewezen persoon om daarin advies te geven voor een startende ondernemer. Stel nou, Sien, je bent een startende ondernemer of een ZZP'er en je hebt niet heel veel budget. Of je bent een gevestigd bedrijf, maar je hebt niet heel veel budget. Kan dan een stokvideo niet toch uitkomst bieden? Want dan ben je snel klaar en kost niet zoveel geld, zou je zeggen. Ja en nee. Mijn voorkeur zou het niet hebben, omdat ik, maar het is mijn persoonlijke mening, ik vind stokbeeld gewoon echt niks toevoegen aan een video. Ja, mits, en dat heb ik ook al, geloof ik, in de comments aangegeven. Het gaat om inderdaad beelden van de Eiffeltoren of het Empire State, nou, noem ze maar. Weet je, dat is nou iets waarvan je zegt, nou, wil je dat per se in je film hebben en je wil er niet voor naar New York of Parijs vliegen, dan kun je prima stokbeeld gebruiken, een stokclipje gebruiken. Maar als jij ZZP'er bent en op die manier denkt met een, nou ja, op een goedkope manier toch een mooie film te kunnen realiseren, dan kan ik het je echt afraden. Mijn persoonlijke mening daarover is dat ik dan eerder vind dat je even moet wachten en even door moet sparen totdat je iets kunt laten realiseren wat gewoon bij jouw bedrijf en jou past. Maar zo denk ik erover. Oké, je had het net al even over de comments. Ik vind het wel leuk om daar ook nog even doorheen te scrollen. Even kijken hoor, ik zie onder andere een reactie van Jeroen. Wat voor een opdrachtgever nog wel eens goud waard kan zijn, is als de uitvoerende partij bijvoorbeeld 3 duidelijke voorbeelden kan laten zien van de eindresultaten met bijbehorende prijzen. Ja. Net zo belangrijk als het vooraf afgeven van een budget, zou ik zeggen. En daarnaast ook waardevol om duidelijk het verschil te tonen tussen een slechte video en een goede. Dan is het ook duidelijk dat het niet erg is om wat extra budget vrij te maken. Ja. Kun je daarin vinden? En heb je dat soort voorbeelden? Kun je daarom vragen als opdrachtgever? Ja, tuurlijk kun je erom vragen. Ja, nee, maar dat mag je ook verwachten, vind jij, van je videopartner? Ja hoor, ik vind het wel. Ja, ik zou dat zelf ook heel prettig vinden als ik een film af zou nemen ergens. Zou ik ook willen weten van, joh, weet je, een exact budget is gewoon vaak heel erg moeilijk om af te geven. Of een exact tarief, laat ik het zo zeggen. Omdat er gewoon geen standaardprijzen zijn, zeg maar, voor de uiteenlopende wensen die onze opdrachtgevers vaak hebben. Dus dit is zeker een goed idee. En dat mag je ook zeker vragen. Gewoon een aantal voorbeelden in een aantal prijskategorieën, zodat jij een beetje weet van, nou, die kant kan ik met mijn budget opgaan. En dat dit is er mogelijk. En je krijgt op die manier ook een mooi overzicht van verschillende stijlen, zeg maar, binnen de verschillende budgetten. Ja, waarbij Walter nog wel opmerkt van Brox Media, het verschil tussen een goede en een slechte video laten zien is altijd leuk, maar het kan ook uitmonden in een college filmgeschiedenis, techniek en communicatietheorie. Ja. In feite heb je dan ongeveer een lezing gehouden over hoe werkt het en waarom wel of niet. En Ik vind daarin dat je mensen die niet gekozen hebben voor het filmvakje daar ook niet onnodig mee moet vermoeien. Maar ik snap wel een beetje wat hij bedoelt hoor. Sien, dan heb ik nog één vraag die ik regelmatig stel. En dat is, ben je wel eens op je plaat gegaan als producent
En heb je daar lering uit getrokken en wil je die lessen met ons delen om te voorkomen dat wij dezelfde fouten maken? Als producent ook echt. Ja, nou, vast. Ik vind het een beetje lastig, maar ik heb bijvoorbeeld wel eens een film eruit laten gaan, opgeleverd aan een opdrachtgever en er zat gewoon een spelfout in. Oei. En dan ben je wel redelijk een amateur als je het mij vraagt. Dus dat was wel heel slecht. Maar gelukkig kwam de opdrachtgever er nog net op tijd achter en kon het aangepast worden voordat de film echt gelanceerd werd. En welke les heb je daar dan van geleerd en wat kunnen wij ervan leren? Check, check, double check. En anders iemand anders vragen. Hè? Hell yeah, 4-Eye Principle in het videoland voordat het uitgezonden wordt en opgeleverd wordt. Precies. Ja, overkomt mij ook wel eens. En dan ga je inderdaad keihard op je muil en daarna weet je weer, oh ja, zo belangrijk is het. En dan gebeurt het er nou ook nooit meer. Dus you win some, you learn some. Sien, dankjewel dat je tijd wilde vrijmaken om mee te werken aan deze Frankwatching podcast. Nou kan ik me voorstellen dat er mensen zitten te luisteren en denken, die Sien, hè, daar moet ik eens mee in contact treden. Wat is dan de beste manier om dat te doen? Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Sien Wassenaar op Twitter, denk ik. Ja, precies. Sien Wassenaar op Twitter, dat is de makkelijkste manier. En verder het bedrijf waarvoor je werkt. Four Corners. En dat doet... We maken hele mooie films en animaties. Kijk, magistrale producties. Kijk, vandaar dat je er zo onwijs veel vanaf weet. Sien, nogmaals heel hartelijk dank voor het schrijven van je artikel en voor het praten met mij in deze Frankwatching podcast. Graag gedaan. Aan al het goede komt een eind, zo ook aan deze aflevering van de Frankwatching podcast. Smaakt het naar meer? Dat kan. Ga dan naar frankwatching.com/podcast of zoek het woord Frankwatching op iTunes, Stitcher Radio of TuneIn. Dat kan haast niet missen, maar kom je er toch niet uit? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons dan weten via Twitter op @JelleDrijver of @Frankwatching. Ben je enthousiast geworden? Schrijf dan een leuke review op iTunes of Stitcher Radio en maak kans op het boek Brand Expedition van Martijn Arets. We verloten maar liefst 10 gesigneerde exemplaren onder de eerste 100 reviews. Volgende week dinsdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je gratis en ontvang hem automatisch op je smartphone, tablet of desktop. Dat was hem voor nu. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.